Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze werkplaatsvlog. We hebben al het een en ander gedaan, Jasper en ik. Morgen. Goedemorgen. Hey. Ik ben een beetje dingetjes aan het opruimen geweest nog in de werkplaats. Er liggen overal rommeltjes en zo. Dat was allemaal niet zo spannend om te filmen natuurlijk. En jij was aan het editen, Tom. Yeah. Dus. En Jasper heeft deze weer verder in elkaar gezet. Kijk, de radiateur staat er weer op. Er zit ook alweer weer water in en zo. Dus die zou eigenlijk wel... Kan namelijk rijden zonder dat die kapot loopt in ieder geval. Alleen de brandstoffilter, dat konden we niet vinden. Die hadden we gisteren eigenlijk. Weet jij waar die is, Tom? Nee, geen idee. Nee. Ja. Gisteren hadden we die gisteren al. Die lag erbij. Maar ik weet niet waar die is. Maar ja, goed. We hadden ook al zitten kijken naar de voorwielophanging. Hè. Die moet eigenlijk helemaal anders nog. Net nog eens over na zitten denken. Tenminste, niet helemaal anders. Ik wil denk ik de draagarmen enigszins behouden wel. Maar ik denk dat we deze eraf moeten slijpen. Die zo. De fusee-stuk, kijk die kogels. En dan hier een, ik denk gewoon zo'n gelenk ook, zo'n stangkop. Net als we hier hebben gebruikt, zulke. Die erop zetten, maar dan gewoon de maat lompie. En dan gewoon twee stuks boven elkaar. En dan eigenlijk daar doorheen gaan met een stuk as. En dan kunnen we met de as eigenlijk onder de draagarm komen. Snap je? Dan maak ik het spoorstangetje zo hier waar die zit, nu ongeveer. Maar dan komt de hele naaf, het komt hart van het wiel, komt dan eigenlijk onder de draagarm. Want de belasting hierop is toch niet zo groot. Hij is best wel licht. Ik had het net geprobeerd, maar ik kan hem gewoon aan het wiel eigenlijk hier oppakken aan één kant. Dus ik durf daar wel iets anders voor te knutselen, wat dan wat hoger wordt en zo. Ik denk dat we dat nog eens een keer moeten doen binnenkort. Dat is wel leuk. Hij rijdt nou, alleen... Ja, om nou zo te gaan testen, terwijl die ophanging voor eigenlijk toch... Ja, dan is het gewoon de eindconclusie dat die ophanging nog steeds niet goed is natuurlijk. Eigenlijk moeten we dat gewoon eerst goed maken en dan even kijken wat die kan. Dan denk ik dat we een keer naar Experience Island moeten gaan of zo. Gordels erin zetten en eens even kijken wat die kan. Mm-hmm. Eigenlijk is hij meer gemaakt om echt de modder en zo te rijden. Maar ja, we gaan nou weer net de zomer in natuurlijk. Dat is dan... En de modder achter is nou ook weer ver weg. Daar heb ik nog vlak getrokken, dus dat is ook allemaal opgedroogd. Ja. Oké, nou mooi. Laten we even daar kijken. Goed dan. Maar ja, het plan voor de rest van vandaag. Ik had bedacht, we hebben daar nog een aantal motorblokken staan in die andere hal, hè, die V12's. Die wil ik eigenlijk daar achter tegen de muur zetten. Dus dan moet die console moet even terug naar buiten wel. Zetten die motoren daar neer. Kan die weer terug binnen. Dan hebben we aan die kant meer ruimte. Dan kunnen we daar eventueel wat voertuigen weer binnen zetten. Dus dan wordt de plaats hierachter ook weer wat meer leeg. Hè. Dus dat lijkt me een mooi werkje om te doen. En ik heb nog een oliepomp. Zo'n primerpomp van een T55. Die had ik gevonden. En ik denk dat we toch binnenkort ook eens een keer zo'n V12 weer aan moeten slingeren. Ik wil ze eigenlijk allemaal een keer proberen te starten. Dat ze allemaal een keer gelopen hebben, dat overal een keer olie in is gekomen en ze dan even goed sealen, want ze staan allemaal met de inlaten open en zo. Dat is natuurlijk ook niet heel goed voor eigenlijk om ze op zo'n lange tijd op te slaan. En we hebben natuurlijk die zescilinder ook nog, hè? Ja. Kom, kijken bij de zescilinder. Olie, primer, pomp, dat is hem. Dat ding maakt altijd een geluid als we de tank starten, dat is zo... Dat is deze. Dit is mooi, hè? Dit leidingje coaxiaal. Kijk, hier gaat de olie doorheen, dat is de aanzuig. En deze, die kleine T-stuk aansluitingjes, daar gaat koelvloeistof doorheen. Gaat hier, en dan door het leidingje wat er binnen in deze leiding zit, coaxiale leiding, dan gaat hij hier. En dan gaat hij hier door de pomp en komt hij hier zo eruit. En dat is om het hele oliesysteem voor te verwarmen. Ja, het hele, dit stukje natuurlijk. Hè. Er zit overal van dit soort dingen en zo in het oliesysteem. Maar dan kun je met die boilerkachel die erin zit, kan je die olie op temperatuur brengen. Want als bij hevige kou, dan wordt die olie natuurlijk heel dik. Dus dan krijgt die pomp het niet meer verpompt. Ja, die oliepomp, dat was inderdaad een ding wat ik nodig had om die motoren op te starten. En ook nog motorolie. Maar laten we daar nou net een heel vat van bij die tank gekregen hebben. Dus wat dat betreft is de puzzel wel compleet om die motoren binnenkort een keer aan de, nou,
Die aan de tand te voelen, maar een keer op te starten. Woe! Zin in. 54 cilinders. Ja, we hebben natuurlijk hier 4 V12's. En daar nog één 6 in lijn. Wat overigens eigenlijk een halve V12 is. Hè? Die cilinderbank en ja, kop en alles, die is gewoon hetzelfde als van zo'n V12. Maar deze die zou goed moeten zijn. Deze die, ja, die doet het niet. Sowieso niet. Ik weet niet wat hier aan is. Want dit ding hebben we ook half gedemonteerd en zo gekregen. Ik denk dat die... Ik heb de waterpomp overigens ook afgeroofd. Want die hadden we toen nodig voor die andere. Maar die drie die erachter staan, die zouden eigenlijk allemaal in orde moeten zijn. Goed. Maar voor het zover is, laten we eerst die motoren maar naar die kant brengen. Dat we hier weer ruimte krijgen. Zodat we die voertuigen die achter staan hier binnen kunnen schuiven. Ja, die is ruig, hè. Mijn oom die kwam pas geleden alweer langs. Om te vragen wanneer we deze gingen starten. Ja, 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 die gasturbines, dat zijn zijn vakgebied. Die weet daar alles van. Dus dat is wel, die wilde graag mee komen helpen om deze aan te slingeren. Dat vond hij leuk. Hij had al het type plaatje en zo, had hij foto's van gemaakt. Dus hij ging al wat documentatie opzoeken. Ja, dit is ook een brute ding natuurlijk, hè. Ontzettend veel vermogen, hè? Ja. Ja, hij heeft qua pk's heeft hij hetzelfde als zo'n V12, hè. En die V12's die wegen gewoon 1000 kilo. En deze, die kun je gewoon met z'n tweeën optillen. Hallo! De Nou, die moet je nog beter oefenen, hoor. Niet doen. Dan loopt Luca ook te moeilijk maken. Ja, Luca loopt achteruit dan. Je hebt het beste. Ja, Luca. Dat is juist super grappig. Dan moet je maar zo doen, hè. Dan moet je maar zo. Ja, dat is super grappig. Want dan loopt Luca achteruit, zie je dat kei vervalst is. Even kijken, de heftruck ook weg. Even kijken of dat hij het doet. Nou. Ja. Dat snel lopen, dat vindt hij nog niet zo leuk, geloof ik. Even deze een beetje verder weg. Was lekker. De kar staat gelukkig hier. Zo. Kijken. Oh, hier. Kleppendekselpakking is lek, zie dat? Een beetje olie.
Daar, dan komt de, een beetje olie op de uitlaat. Zie je, daar komt die rook ook vandaan. Stationair een beetje hoger gezet. Kijken of dat dit genoeg is. Ja, je was te denken. De accu is gewoon helemaal lurp. Die. Ja? Ja. Dat is nummer 1. Ik weet niet of kijken hoe die. Ik wil weer bijna een nieuwe. Nou, ja, zeker ja. Hoi. Luca, het is goed hè? Hey. Hoi, Rory. Hey Miel, goedendag. Hey, je hebt bureaus bij. Ja, wat leuke kantoorspullen. Ja, ja, super. Ja, ja heel welkom. Dan, dan kan hij wat harder doorwerken, want ik kijk wel elke dag de video's, maar... Ja, zo is het. Ja, Tom. Jij wordt verwend, jongen. Wat verdikken. Ja, ja, dankjewel. Zo, ik zal het hek eens open doen. Luca. Ja. Oh. Hier. Wow. Hey, daar heb ook iets speciaals voor. Ja, ja, niet goed, hè. Zo. Dikke Dodge. Ja, daar zit wel een geluidje in, hè? Ja, ja, ja. Radio V8. Ja, vermogen zit er ook wel in, ja. Het is goed, Luca. We gaan niet knabbelen, hè? Ja, is geweldig dit. Alles in dezelfde kleur. Ook nog. Hey. Ja, maar dit is chic, kijk joh. Hey Tom. Ja, nou heb je geen excuus meer om een bende te maken van je bureau. Het is bijna niet kapot te krijgen. Toen kom namelijk uit de gevangenis. Oh ja. Oh. Ja, nou joh. Ja Tom, dat is ergonomisch jongen. We zitten hier ook. Hupsa. Perfect. Ja, vaak zijn dat van die haakjes, weet je wel, die ja. Erin draait. Zet je erin en dan zet je hem... Dan blijft hij een beetje op hangen eigenlijk. Oh, hij blijft ook hangen. Ja, ja. Woe. Kijk maar een keer goed naar je vertrouwde stekje, Tom. Want dadelijk dan is het... Kijk, zo zie ik wel het verschil. Hè? Terug. Dit bureau hier zit ik meestal. Die is netjes helemaal opgeruimd. Ja. Er is bijna niks ligt erop. En ja. Dan is het echt helemaal... Ja, jij hebt gewoon tijd zat om allemaal op te ruimen. Ik moet heel te keihard werken, ja. En bovendien, dat was 5 minuten geleden ook een pleursbende. En Tom? Oh! Ja, ja. Het is wat. Zo. Zicht neerleggen dit. Past dat nog? Zo, is weer compleet hè? Nou. Hier. Nou. Ik vind het ook mooi. Het past precies zo, zie je dat? Ja, helemaal goed. Even kijken. Ja, als je die kan draaien een beetje. Die, oh ja, als je hem dan daarover pakt. Wacht dan. Zo. Oh, er zitten kabels. Dit is ook. Oh, oh, oh. Ja, nee, hem ook. Lekker hè? Zo. Het zit nou al wel lekker denk ik. Hier is ook echt veel ruimte. Hier ook. Dat was natuurlijk op het andere bureau wel anders. Ja, maar dit is perfect zo toch? Dit is perfect. Hieronder kunnen we een heleboel kwijt. Ja, daar kan je nog een kastje zetten. Hè? Dat kun je daaronder zetten, dat, met die lades. Oh. Mooi hoor. Ja, hey, Rory, hartstikke bedankt hè. Ja, geen dank. Nou, en het is niet alles, want er is gewoon nog meer. Maar er is gewoon nog zo'n bureau. Kom uit een heel goed hart. Nou, dankjewel hoor.
Ja, het zit nu al lekker. Ja, geweldig. Echt goed. Het is gewoon, ik zit nou al wel lekker hier. Geen muis, want mij ook nog geen stroom. Ja, dan moeten we nog even wat dingen. Dit kan. Oh, hier. En ik zou je nog extra gewennen. Oh nee, dit is niet. Voor de voetjes. Ik zei natuurlijk wel, dan kan je harder werken, maar. Nou, zien we hem daar helemaal niet meer in de werkplaats. Zo. Ja, kijk hem lekker zitten hier dan. Ja hoor. Dat is dan weer jammer. Oh. Je moet hem toch een beetje die kant op schuiven. Ja, of je zet hem hier. Hè. Hij kan ook hier, hè, Tom. Hij kan ook best prima hier. Ik dacht, ja. We wilden hem daar zetten, omdat ik dacht dat jij hier zo ging zitten. Maar je gaat daar in de hoek, dus dan kan de kastje hier. Ja, hier zo zitten. Ja, maar dan kan de kastje hier toch staan. Dat is toch ook goed? Ja, hij is zo groot, hierachter zal waarschijnlijk nooit rommel komen te liggen, want daar kun je gewoon bijna niet eens bij. Ja, dat moet ik dan nog zien. Je kunt er ook niet bij om het op te ruimen. Hè. Je kunt het wel gewoon zo doorduwen. Zo. Ja. Dan ligt hier een rommel en dan wil je hier ruimte en dan doe je... En dan ligt het daar en dan ligt het eigenlijk niet in de pad. Dus... Lekker man. Mooi. Zo, koffie. Ja, mooi hè. Wat ruimte! Ik ben er echt blij mee. Zo. Ja. Wop. Dat is even iets anders dan die krakkemikkige tafels. Maar ze hebben het wel lang goed gedaan, zullen we zeggen. Maar dit is wel echt een verbetering. Ze hebben de diensten bewezen. Zo is het, ja. Zo, voor het tegeltje. Lekker man! Heb jij gevonden dan? Een waterfilter! Een waterfilter, joh! Waar lag je nou? Ja, in die andere, in die rode lag hij in dat cel. Oh joh! Nou, ja, dat is hem. Die joh. Ziezo. Oh. Hoe ver kan ik nog? Nou, daar is het. Tikje terug. Ik kan hem nog oppakken en nog eens door. Deze is het mooiste. Nieuw. Nieuw. Oh ja. Eigenlijk alles om oppakken. Weer één, nog één halen. Oei. Dat had ik zeker niet. Nee. Oei. Oh nee, toch niet de accu leeg. Wiebel. Ja, die bok is niet alles, hè. Zo. Alleen die houten balkjes, die moeten we meenemen. Oh, daar ligt gewoon de oliedrukmeter ook gewoon op en zo nog zelf. Hier, alles hangt er gewoon aan, hè. Hier kan de oliepomp. Hier hangt volgens mij een brandstoffilter. Even terugkijken op de video. En hier achter hing ergens dat oliefilter. Ik denk dat we die gewoon hadden vastgehangen met een tie-rip of zo. Maar dit filter hebben we ook nog een extra nu. Dat ligt ook nog in die pallet. Mooi. Oh nee. Gelukkig is het uitlaat. Er zit gewoon een dot mos in. Hoe komt dat daar nou weer, joh? Die zijn schoon. Hallo, klinkt gewoon hol. Hè? Hey. Het is gewoon een echo. Gaat die dan? Thank you.
Zo. Goed zo, denk ik. Hey. Stukje eraf slijpen. Dat past er niet onder. Tom, ik ga hier een paar check tussen gedoen. Is die van jou? Nee. Laat mij zien dat. Wie is hier stiekem aan het roken geweest? Het is niet van ons dit, hè. Of in ieder geval, ik rook geen vanel. Komt er niet uit België? Ja. Wat? Is die van jou? Wat is dat? Zware vanel. Pearl Shack, waar haal je dat nou vandaan? Ja, hier. Oh. Uit die motor. Ja, hier kun je nog verder naar de stelling toe. Hè? Ja, zo. Kijk, oh, die kan, misschien kan die hier verder door, of niet? Ja, zeker. Alsof hoor? Ja. Oh. Ja, kijk, goeie. Dan steekt die niet uit. Ja, nou, dat is gelukt. Het was een raak om eruit te halen straks weer. Ik heb een blauwe brief, hè? Oh, ho, ho, ho. Oh, ja, te laat. Dan laat Luca geen tweede keer. Ja. Ja, we kunnen hem ook slepen natuurlijk. Dat gaat ook wel. Kijken of hij goede zin heeft. Tuurlijk. Perfect. Kijk of hij wel binnen kan. Dat is wel de vraag. Hij is wel hoog. Ja, ik haal hem er een beetje aan. Ja, de paste. Ik hoor geen gekras en zo, dus. Zo, haha, very nice. Twee auto's tegelijk in parkeren, ja. We kunnen nog even proberen die gras met z'n allen binnen te douwen. Dat zou eigenlijk wel goed zijn. Ja, ligt van een blik. Ja, dat is het verste dat hij kan. Dat is het... Ja, zo gaat hij. Ja? Ja? Wacht even om, doe ik even. Douwen even terug. Ja, terug nou. Even het raam open. Oh, dat kan niet helemaal open. Russisch, hè? Weet je? Tikje, weet je? Ho, maar. Past de loader ervoor? Jawel. Ja, hoor. Ja, dat is hem. Een beetje. De port mag geen slaan hebben. Ho, maar. Zo is het goed. Ja, dit is goed. Nou. Loder binnen en dan. Kijk hè. Ja, dan moet ik denk ik gewoon maar zo zetten. Nou, dat...
kaboom, dicht. Het is ondertussen ook al tijd, hè. Ja, we hebben toch weer een boel spullen op de plek gezet. En geruimd. Ja. En een heel mooi kantoor opgebouwd. Yeah. Ja, zeker. Ja, super hoor. Daar zijn we echt wel blij mee. We gaan dadelijk lekker live. Pilsje erbij. Het is vrijdagmiddag natuurlijk, hè. Dus laten we dat gaan doen. Hé, hey, Jasper, Rory, hartstikke bedankt vandaag. Ja, geen dank. Ja. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.